Nu we allemaal verplicht thuis moeten blijven, heb ik misschien wel een goede tip voor je voor een mooi Italiaans project. De Napolitaanse romans van Elena Ferrante beluisteren in de Luisterbiep. Het is geen nieuwe serie, de boeken zijn al jarenlang wereldwijd een grote hit, maar misschien ben je er nog niet eerder aan toegekomen of zag je er ook een beetje tegenop om aan te beginnen, want het zijn bijna 2000 pagina's verdeeld over 4 delen. Maar je kunt ze dus nu ook lekker gaan beluisteren in de Luisterbiep. En ze worden voorgelezen door niemand minder dan Diewertje Blok. En dat is op zich al geweldig. Ik werd er helemaal rustig van. 60 uur lang Diewertje Blok in je oortjes. Het hoeft niet allemaal achter elkaar, hè? Je kunt de Luisterbiep ook gewoon aan- en uitzetten. En je kunt zelfs bladwijzers toevoegen als je dat wil. De Napolitaanse romans vertellen een universeel verhaal over opgroeien. Over vriendschap en rivaliteit. Over verwachtingen en verlangens. Je volgt de vriendinnen Lila en Elena van het moment dat ze kleine meisjes zijn totdat ze zijn opgegroeid tot volwassen vrouwen. En ieder deel beschrijft een bepaalde fase uit hun leven en uit hun vriendschap. Met op de achtergrond steeds de actuele ontwikkelingen van die tijd. Het eerste deel van de serie is De Geniale Vriendin. Inmiddels ook verfilmd en op televisie uitgezonden. Misschien heb je het gezien. Met een geweldige vertolking van de kleine meisjes Lila en Elena. De meisjes groeien op in een arme volkswijk in Napels, eind jaren 50. Ze zijn allebei buitengewoon intelligent. Maar in hun milieu is een scherp verstand eerder een vloek dan een zegen. Elena mag op aandringen van de schooljuf naar de middelbare school. Maar Lila niet. Zij gaat haar vader en broer helpen in de schoenmakerij. Maar ondertussen leert ze zichzelf wel stiekem Grieks en Latijn. De Napolitaanse romans vertellen ook het verhaal van wie gaat en wie blijft. Lila blijft. Zij trouwt op haar 16e en wordt mevrouw Caracci. En Elena gaat. Na het gymnasium mag ze gaan studeren en ze vlucht eigenlijk de wijk uit. En ver weg van Napels probeert ze een ander mens te worden. Ze trouwt met een jongen uit een academisch milieu en ze schrijft een roman. Maar ze blijft zoekend. Elena Ferrante weet emoties en gevoelens heel goed te beschrijven. Ze verkent alle uithoeken van de vriendschap tussen Lila en tussen Elena. En het komt erop neer dat Lila altijd iets ongrijpbaars blijft houden. Elena Ferrante is overigens zelf ook een mysterie. Niemand weet haar echte naam, hoe ze eruit ziet of waar ze woont. Wetenschappers hebben proberen aan te tonen dat de beroemde schrijver Domenico Starnone achter het pseudoniem zit. Maar dat heeft ze nooit bevestigd. De schrijfster ontloopt iedere vorm van publiciteit. En de Italianen koesteren het mysterie. Op de achterflap van De Geniale Vriendin schrijft ze daarover. Ik geloof dat boeken, als ze geschreven zijn, hun auteurs niet meer nodig hebben. Als ze wat te zeggen hebben, zullen ze vroeg of laat lezers vinden. Nou, en wat te zeggen heeft ze zeker. Ik wens je heel veel luisterplezier toe met de Napolitaanse romans en natuurlijk met Diewertje Blok.